MGX Groep is een bedrijf dat zich vooral specialiseert in research in de betonindustrie. Wij kijken naar nieuwe technieken om beton te maken, waarbij we zowel kijken naar de kant van het aggregaat als de kant van de cementbinding. En we proberen op deze manier een duurzamere beton tegen een goedkopere prijs in de markt te kunnen krijgen. Ik ben in 2003 in contact gekomen met professor Reti Yagi. Dat was toen een professor aan de universiteit in Glasgow. Hij was zeer gefascineerd door mijn interesse om verder te gaan in de betonwereld, om te kijken of je niet alternatieven kon leveren. We are making a megalith concrete and is a special concrete. And what ingredients we use in the concrete are shown here. This is water and this is crind and sand, which is used in almost all concrete. And this is a Portland cement, which is part of this concrete system. And this is a very special product, which we call megalith. And this is a cement binder. And it makes all the difference in the quality of the concrete. Megalith is een poedervormige hulpstof. Wij produceren dat zelf. Het is een poeder wat toegevoegd wordt aan het betonmengsel. Het kan toegevoegd worden tijdens het mengen van het beton in de grote betoncentrales. Nou, megalith heeft een aantal eigenschappen. En daardoor kun je de cement reduceren om toch dezelfde kwaliteit product als resultaat te hebben. En dat hij revolutionair is, dat mogen duidelijk zijn. Want niemand in de wereld snapt dat je zomaar 30 tot 40% minder cement kunt gebruiken en toch een goed product kunt maken. Pas op het moment dat ze gezien hebben hoe het product werkt, dan draait iedereen om. Plus dat je minder CO2-uitstoot krijgt in het produceren van de cement. Dus wij leveren een duurzamer product tegen een lagere kostprijs. This is the concrete where we have used megalite and also cement is reduced. And if you see, for as a comparison, it is the same cement reduction and without megalith, and you see that it's not so strong. Op dit moment staan we te trappelen om door te stoten. We merken dat er heel veel interesse is uit de wereld. Dus overal worden op dit moment testen gedraaid met ons product. En wij verwachten binnen nu en een paar maanden, zeg maar, op meerdere plaatsen, het product te kunnen inzetten. Dat voelt uitstekend.